En welkom bij deze nieuwe aflevering van Civilization 5. We zijn hier natuurlijk bezig met deze barbaren te killen. Hey, de vorige aflevering begonnen we daar ook al mee. Ja, dat klopt. Het is nou eenmaal nodig. En we gaan ervoor zorgen dat we uit een happiness komen. Door wat dingetjes te regelen onderling. Te handelen en zo. En we gaan hier een universiteit bouwen. Ik weet niet of dat überhaupt al effect heeft. Maar het komt uiteindelijk wel van pas. We lopen namelijk achter op het lopen achter op research. Even kijken, op demographics, literacy. Oh, we staan tweede al in het onderzoek. Nederland heeft het beste. Nederland, GG. Echt een applausje voor je, dat is echt een applausje waard. Oké, let's go, fire upon the enemy. Zo, die artsen zijn dood. Dan moeten we eens goed op gaan letten. Waar ze vandaan kwamen. Oh, daar kwamen ze vandaan. Dat gaan we binnenkort regelen. We moeten eerst natuurlijk onze nieuw gevonden stad hier uitbreiden. Want ik weet niet waar die nou op gefocust staat. Oh, hij staat op productie en op goud. Laten we jou eerst zetten op productie en hecht voedsel. Want we moeten ons natuurlijk uitbreiden. Ons welzijn moeten we uiten en zo. En dat gaat niet als je hetgeen doet wat je nu aan het doen was. Productie focussen dus. Zanzibar zoekt ergens anders. Nou, Zanzibar zoekt gewoon lekker verder. Boet me helemaal geen zak. We gaan natuurlijk weer verder naar physics. Zo te zien, zoals je ziet. Forge. Zullen wij Forge? Want wij hebben hier zes iron van onszelf. Oké, dat is heel belangrijk om te weten. We kunnen ook een wonder gaan bouwen. Hier, Artist Guild. Hebben we hartstikke hard nodig. Ja, sure. Heb ik nog steeds happiness daarvan? Ja, we hebben nog steeds happiness. Vooruit dan, open borders. Maakt me helemaal geen zak uit. Kijk, ze hebben hier alsnog een city gevestigd, hè? Frankfurt. Ik vind het niet erg fijn dat hij zo nou zo heel dichtbij zit. Ik word echt ingebouwd, zeg maar. Dat is, ik krijg zo'n gevoel alsof ik zo meteen door Nederland en door Duitsland word aangevallen. En dat ik dan ineens alles kwijt ben. Al mijn progressie. Maar ja, dat kan aan mij liggen, hè. Het ligt sowieso aan mij. Dat kan gewoon niet anders. Ja, sure. Research agreement, boeien. Ik kom toch wel vooruit. Ik kom wel vooruit. Zij kunnen het niet zonder mij. Please wait. Hey, a spy. Een spy, we hebben een spion. Spionnen! We gaan een spion zetten in Amsterdam. Maar niet als spy, maar als diplomaat. Want we willen zoveel mogelijk invloed gaan hebben op andere mensjes. En dan moeten we natuurlijk ook wel eens voor zorgen dat we wat toerisme gaan krijgen. Maar tot nu toe gaat alles best prima. Zometeen hebben wij hier ook een cardriff. In cardriff een colosseum. Wat meer happiness. Want we moeten even uit die unhappiness komen. Anders kunnen we nooit naar een Golden Age gaan. En Golden Ages zijn altijd wel fijn. Laten wij hier maar gaan bouwen dan een weet je wat, bouw maar een library. We hebben het wel hard genoeg nodig. Next turn. We gaan lekker met gems werken en met zilver hebben we zelfs. We hebben natural wonder. Dus toch helemaal nog niet zo slecht hoe ik ga. En over 4 beurten hebben we hier een nieuwe citizen. Dat is heel belangrijk om te weten. Als wij nou eerst hier is een stad naartoe leggen, hè. Dat is misschien ook wel handig. En als Cardriff overgenomen wordt, dan hebben we alsnog een weg liggen naar naar de hoofdstad. Misschien is een extra weggetje wel handig. Zit ik me nou te bedenken.
Want we zijn nou met twee werkertjes bezig en die doen volledig het werk. Maar de tile improvements gaan verschrikkelijk traag. Misschien is het dus wel heel slim om... het boezemt mij zeker belangen in of zoiets. Oh. We moeten ook gaan werken aan ons geld. Door City Converted. Oh jee. Dat is niet het goede geloof. Dat is niet het goede geloof. Allee, rot op. Rot op met je nep geloof. Mijn geloof is het echte geloof. Oh, Nederland en Kiev zijn allies. Gezellig. Succes Nederland met Kiev. Het boeit mij helemaal geen zak dat jij Kiev hebt. Jij mag Kiev hebben. Amsterdam zit hier, wauw. Het is een best wel een grote stad. En dan zit er, daar kom ik dan met mijn Dublin. Met mijn Edinburgh. En dat is dan zo'n stad. Ik zie verschil. Ik zie een heel groot verschil. Het is niet goed als het verschil zo groot is. What to do, what to do, what to do. Hong Kong Heng has completed Angkor Wat. Oh kijk, een great writer. Huppakee, great work. Heel prachtig die tekst, heel motiverend, lekker boeiend, kort en krachtig. Nee, eigenlijk was het niet kort, maar wel krachtig. Laten we deze gaan bewerken natuurlijk, want we moeten... Kijk, hier hebben we nou al drie productie uit. Dit is echt een grote productiestad. Als wij dat goed in gaan delen. En ook wel een aardig grote researchstad. Maar, oh ja, vandaar dat het allemaal zo slecht gaat. Oké, ja, sure. Ik kan het erg hard gebruiken. Ik kan het hard, maar... Wauw. Ik kan het maar hard genoeg gebruiken, die goud per turn. Echt waar. Ik sta helemaal niet goed met goud per turn. We kunnen de Notre Dame gaan bouwen, maar dat is allemaal leuk en aardig. Maar het boeit me op dit moment even reeds. Zak. Waarom ben ik nou eigenlijk niet zo slim? De Forbidden Palace in Amsterdam. Oh, dat is gezellig. Ga lekker verder met je dingetje. Wat willen we hier? Ja, vooruit dan. Maak maar even een workshop. Ja, maak maar een workshop. We gaan eens kijken, wat gaan we eens uitvinden? Printing press kunnen we nog niet uitvinden, omdat we chivalry nog uit moeten vinden. Dus laten we dat maar doen dan, hè. Chivalry. Next turn. The Forbidden Palace. Heel gezellig. Waarom staat deze taal aangegeven met research? Wij krijgen toch geen research van Wellington, of wel dan? Oh, dat is wel heel fijn als dat wel zo is. Ik geloof er geen zak van. Research agreement complete. Ah, we krijgen een technology boost. Kijk, toen moesten we ineens nog maar twee naar van Chivalry. Dat is wel heel handig. Dat is wel heel erg vet. Laten we maar weer gewoon Avoid Growth uitzetten. Natuurlijk zometeen als wij aan de beurt zijn. Want we moeten hier toch even wat meer mannekes hebben. Ook. Om wat meer tiles te bezetten. Even kijken, hoe gaan we het verder aanpakken? Want we moeten even een goed iets hebben om aan te pakken. Waarom is dit trouwens? Dit is forest, dit is geen jungle, dit is forest. Dat keur ik niet goed. Chivalry uitgevonden, mooi. Dan gaan we nu eens kijken hoe lang het duurt om naar Printing Press toe te gaan. Printing Press. 15 beurten.
Nou, veel plezier met Printing Press uit te vinden. Gaan we lekker doen, hè? Echt prachtig gaan. Ik vind het echt lekker gaan. Op het onderzoeksprobleem na dan. Oké, zitten steeds maken hun beurt nu. Als wij zometeen onze werkers vandaag van Cardriff klaar hebben, dan gaan we eerst even hier een weggetje. Dus we gaan even een weggetje aanleggen van hier naar hier. Want ze willen nog steeds een weg van ons. En die kunnen ze krijgen van mij. Maar dan moeten we daar wel, dan moeten we dat wel gaan doen ook. Weet je wat, jij maakt de werker nu eventjes. Want het gaat helemaal niet zo heel snel. Het gaat echt best wel langzaam eigenlijk. Met de tile improvements. Vooral omdat ik dit nu moet repareren. Ik moet een straatje aanleggen. Van mijn hoofdstad naar Wellington. Dat geldt nog steeds. Ja, en ze zoeken nog steeds investeurs. Trade route naar, weer terug naar Wellington. Wellington is helemaal niet zo welvarend. Misschien moeten we een tweede karavaan aan gaan leggen. En die naar, hoe heet dat, die city state toesturen. Dan ga hier maar naartoe. En, oh, we mogen een policy adopten. Dat is heel mooi. Construct monuments, amphitheaters, oké, dat is mooi. Dat doen we, 50% sneller. Dat betekent dat dit ook niet zo lang meer duurt. Hé, hey, kijk, we hebben hier wel al wat meer poppetjes. Laten we deze... Oh, moet volgende burcht pas. Want ik wil deze op deze gaan zetten, zodat we iets minder voedsel hebben en iets meer productie. Dat is zeker wel handig. Zo. Iets minder voedsel, iets meer productie. Kijk, we zijn nog steeds niet starving. Nog steeds over 14 beurten de dingen. Alleen ons Colosseum is sneller klaar. En construct road to Wellington. Oh, nou lopen ze ineens. Nee! Oh ja, wacht. Sure, ik ben dom geweest. Ik kom wel gewoon hierheen, want dit is ook verbonden. Dus als deze stad over wordt genomen, dan hebben we zelfs nog een verbinding. Dan ben ik dom. Wellington, jij krijgt een verbinding met ons, hoor. We gaan daar gewoon voor zorgen. Wij fixen dat voor jou. Bam. We can fix that. That's not a problem. That's not an issue. Uh-oh. Dat is een ongewenste evolutie. Nou kunnen wij daar niet meer in staan zonder dat het ons extra punten kost. Weet je wat wij hier gaan bouwen? Kijken of dat we een wonder kunnen bouwen. We kunnen de Notre Dame gaan bouwen. Notre Dame. Ja, laten we dat gaan doen. Even kijken. Wat heb jij voor productie? Productie. Wij kunnen geen goud missen nu. Kunnen wij voedsel missen? Nee, dat kunnen we ook niet missen. Ik neem dat dit toch wel het ideale is, eerlijk gezegd. We hebben eigenlijk meer... Nee, ik weet niet. Hoe moeten we dit aan gaan pakken? Dit is lastig. Dit is erg lastig. Want ik wil echt dat ik die Notre Dame ga krijgen, maar als het op dit tempo doorgaat, dan gaat dat niet lukken. Ja, sure. Ik heb nou open borders met iedereen, maar iedereen is zowat iedereen op Nederland en Duitsland na zijn vriendjes met mij. Niemand is vriendjes met mij. Ik heb gewoon geen vrienden, oké? Ik heb geen vrienden. Zo, next turn. Onze werkers hebben ook bijna deze weg aangelegd. Dan levert ons dat ook meer geld op dan dat het ons gaat kosten, want dit gaat echt... Dit is gewoon... We spenden nu 15... aan tile improvements. En 14 komt er binnen van tile improvements. Dat is gewoon weinig. En als onze andere civilizations ons niet blijven voeden met goud, dan staan wij gewoon op failliet gaan. En dat moeten we niet hebben.
Even op zijn Brabants. Daar moet hem niet hebben. Oh mijn god, er gaat echt... Ik dacht dat het heel goed ging, maar eigenlijk gaat het bouwt slecht. Singapore Election Shining Guard. Oké, ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Ik kan het misschien ook niet goed lezen, omdat mijn microfoon nog altijd voor staat. Dit duurt wel heel lang, hè? Dit duurt wel verrekt te lang. Laten we dan maar een schuin gaan bouwen. Dat duurt net iets minder lang. En dan zorgen we in ieder geval dat daar meer werk naartoe komt. After election, your influence surprisingly fell in Singapore. Probably reflects, okay. Dat is vervelend. Zo, we hebben ook weer een verbinding daarheen gelegd. Laten we nou maar eens verder gaan met trial improvements hier dan. Want dit baart me toch wel een beetje zorgen. Dat alles hier zo lang duurt. Ga daar maar naartoe. Next turn. En maak hier maar een mine. Dat is misschien wel handig. Gaan we Minecraft spelen hier in Civilization 5. Lijkt me een strak plan. Moet ik dit van jou accepteren? Ja, ik snap dat je me geen... Ik ga jou niet alleen open borders geven. Oké, dan niet. Jij krijgt bij mij ook geen open borders. Jij wil mij geen open borders geven, ik geef jou geen open borders. Want ik ben dan bang dat jij met al jouw troepen naar mij binnenkomt. En dat jij vrolijk mijn hele dorpje gaat plunderen. En dat wil ik niet, Rusland. Oprotten, Rusland. Ben je helemaal gek geworden, Rusland? Ja, ik ben er ook niet zo heel fan van dat deze meteen al aan Nederland ligt. Maar goed, daar heb ik zelf voor gekozen. Ik weet ook niet welke stad hier ligt. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd naar welke stad daar ligt. Oh, nope. Ja, ga daar maar naartoe en... Zorg dat City Connection established. Oh ja, dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Zien we dat de volgende beurt in ons ding terug. Laten wij hier maar eens de markt gaan bouwen dan. En wij wilden met onze chevalier. Hey, kijk, deze kunnen geüpgraded worden. Maar dat willen we nog niet doen. Wij willen eventjes daarheen gaan en daar ontdekken. Wat er allemaal zit natuurlijk. En onze workers die nou hier zijn. Zorg maar dat jullie dit een beetje... Weet je wat? Automatisch. Oh, jullie gaan meteen heel ergens anders heen. Dat is naar. Waarom gaan jullie naar Wellington toe? Is die straat dan nog niet klaar? Of zo? Lopen jullie nou een rare route? Hoppa. En ik wil even gaan kijken wat daar zit, want ik baart me toch wel enigszins zorgen. Kijk, hier hebben we zometeen nou ook de Colosseum. Dus dat geeft ons weer wat meer happiness. We zitten alweer in de plus happiness, daar niet van. Daar ben ik al heel blij mee. Maar ik wil toch even een beetje op mijn hoede blijven. Ankang Heng has completed the Notre Dame. Natuurlijk was ik daarmee bezig in mijn hoofdstad. Fucking faggot. Most literate people. Ik sta op de derde plaats. Dat is niet goed. Kiezen productie. In Truro gaan we bouwen een... Alsjeblieft hier ook maar een markt bouwen. Nee, een monument. Kiezen productie. Ik ga hier dan maar even Circus Maximus bouwen. Want we hebben Circus Maximus toch op een gegeven moment wel een keer nodig. Hoppakee. Circus Maximus. Oxford gaan we sowieso ook niet redden, denk ik dan. Ik zit meteen te denken aan Oxford. Is dat handig? Ja, het is handig.
Waar gaan mijn werkers helemaal naartoe? Waarom gaan ze nergens... Nee, ze gaan... Ik moet ze stoppen met hun automatic movement. Ik ben zomaar bang dat ze iets gaan doen waar ik helemaal niet tevreden mee ben. Nee, kijk. Dit is mooi. You have met the city state of Manila. Manila. Ally is Nederland. Werkers, wat gaan jullie doen? Wat gaan jullie doen in godsnaam? Ga je dat menen? Heb ik het wijn eigenlijk nog niet in mijn... Ik heb het wijn toch al Als ze naar Duitsland pakken, zo meteen. Oké, niet Duitsland. Wacht maar eventjes dan. Het wijn hebben we toch al lang verbouwd, of niet dan? Schijnbaar hebben we het wijn nog niet verbouwd. En dat heb ik nog niet... Ik wist dat het gewoon pure kak ging. Dit kan niet anders. Dit is... What the fuck is dit? Waar ben ik mee bezig? Nou, jij mag hier nou wel weg hoor. Je kan door Nederland heen. Kun je zo in mijn eigen borders gaan staan. Repair the tile improvement. En even kijken. Next turn. Oh, wacht. Er stond informatie van de spy en die heb ik nou niet gelezen. Dat is best wel dom. Circus, maar als ze Circus Maximus hebben gebouwd, dan hoeven we niet meer zo zeer te kijken naar. Want we moeten even ons op goud gaan richten. Dus na printing press gaan we lekker banking uitvinden, zodat we banken kunnen gaan bouwen, zeg maar. A great person has been born. Dat is netjes. Great artist. Oh, maar we hebben geen slot voor jou. We willen ook geen Golden Age starten met hem. Even kijken, hoe kunnen wij jou... slaap maar eventjes. Dit is wel enigszins teleurstellend. Ja. Ga daar maar naartoe. Eens even denken, wat gaan we eens onderzoeken? Banking hebben we echt nodig volgens mij. Ja, we gaan maar banken onderzoeken. En dat is mooi voor de volgende keer, denk ik. Nou, even kijken wat we hier... We wachten even tot daar de schuin is geproduceerd. Tot daar het monument is geproduceerd. Daar de markt is alweer 4 beurten. Iedereen bouwt die wonders. En ik wil ook wel wonders bouwen. Maar ik krijg er de kans niet voor. Zullen wij jou upgraden? Nee, wij willen nog investeren in Wellington. Give a gift. 250. Hoppakee. Extra influence. Nice. Hoe goed zijn we bevriend? Kijk, dat is mooi. Dat kunnen we eventjes vooruit. En dan kunnen we alsnog... Hoppakee. Dan hebben we ineens goede poppetjes, zeg. Even kijken. Click to propose. Even kijken. World's Fair is leuk, maar ik ben daar nou even niet mee bezig. Civilization Research attracts technology 20% more quickly if another. Oké. Nou ja, de mensen worden er wel blij van. Make proposal. Ik heb net een proposal gemaakt. Die. Oh ja, ik drukte op close. Niet op commit proposal. Ja. Ik ben er zeker van. Hoppakee, ga daar maar naartoe. En next turn. Even kijken hoor. Ja, het duurt allemaal een beetje te lang. Oh, ja, kijk, zie je wel. Dus hij vindt het hartstikke leuk. Hij vindt het hartstikke leuk dat we dat ervoor hebben gesteld. Ja, sure, laten we samenwerken. We hebben een extra vriendje bij. Jee, dat is altijd goed. Extra vriendjes zijn altijd goed. Vriendje, vriendje, vriendje. En neutraal, 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 neutraal. Dat is netjes. Heel netjes. Hey, we hebben ook maar vier toerisme.
Daar wil ik ook aan werken. Ik wil wat meer gaan werken aan ons toerisme. Dat... Ah, kijk, dit is mooi. Dit is hartstikke mooi. Hoppakee. Let it go. Let it go. Let it go. Style improvement om de video af te sluiten, denk ik. Ja, het komt totaal niet in de, ja, in de setting, zeg maar. In hoe ik het gepland had in mijn hoofd en zo. Kijk, op zich gaat het nu weer lekker met mijn happiness. Nu we onze happiness hebben verbeterd, zeg maar. Gaat het een stukje beter. Even kijken hoor, wat kunnen we hier bouwen? We bouwen hier maar een aquaduct of zo. Ja, sure, maak maar een aquaduct. En als ik nou op volgende beurt heb geklikt, dan hebben we een monument gebouwd. En als ik daarna nog een keer op volgende beurt klik. Ook wel helemaal goed. Zo. Ja, hij heeft ook een beetje in de gaten dat ik vriendjes ben geworden met een ander land. Ja, sure, nou zijn we zijn toch vriendjes. En vriendjes vallen elkaar niet aan. Vriendjes vallen elkaar niet aan. Als dat wel gebeurt, dan word ik helemaal mad. Helemaal. En dat wil ik niet. We zijn al in beurt 206. En we hebben nog maar... Ik ben echt slecht bezig met onderzoek. Even kijken. En we staan ook behoorlijk slecht met goud, hoor. Even serieus. We hangen nu echt af van de andere civilizations. Dat is eigenlijk best wel slecht. Heel slecht. Maar ik wil geen writing slots. Ik wil die andere. Ga je maar een granary maken of zo? Nee, daar heb ik nog niks aan. Bouw maar een bibliotheek dan. Ik bedoel... Hè? En kijk, nou heb ik op volgende beurt geklikt. Hebben we hier in ieder geval de markt. En dan krijgen we in ieder geval wat meer goud per beurt erbij. Hoop ik. Kom op, schiet op. Zitten steeds moeten wel lang nadenken. Oké, en toen zijn de barbaartjes. En toen stonden we op 6 goud per beurt. Het is nog niet echt veel. Het is al iets beter. Hier ga jij maar geautomatiseerd werken. Even kijken hoor, wat maken we hier? Nou, dan. Een dierentuintje is niet echt hard nodig. Laten we maar een watermolen gaan bouwen of zo. En bedankt jullie hartelijk voor het kijken trouwens. En tot de volgende keer, hè. De mazzel!